Dit is een bespreking van het zesde en laatste gedeelte van paragraaf 41 van Apulo Comita 21. Scipio sluit zijn redenvoering aan zijn soldaten af met een oproep aan zijn milites, aan zijn soldaten, om te vechten voor vrouw, kinderen, stad en vaderland. In dit stukje Latijn staan een paar gerundivum constructies. De eerste staat daar, vobis est pugnandum. Voor of door jullie is gestreden moetende worden, letterlijk vertaald met jullie moeten strijden. Niet over A, maar voor B. Jullie moeten niet strijden over het bezit van Sicilië en van Sardinië. De quibus over welke eilanden eens gehandeld werd, waarover het eens ging, namelijk in de Eerste Punische Oorlog. Maar jullie moeten strijden pro Italia, voor Italië. Dan zegt Scipio dat er twee dingen niet zijn, namelijk er is geen ander leger en er zijn, sunt, geen andere Alpen. Dus en er is geen ander exercitus ab tergo, letterlijk vanaf de rug, dus in de rug, een leger dat kan weerstand bieden aan de vijand. Die conjunctivus obsistat, die zou je kunnen vertalen met een leger dat weerstand zou kunnen bieden. Hij is definiërend, heet dat, die conjunctivus. Dus die definieert, het is dat leger. Er is niet een zodanig leger dat het weerstand kan bieden aan de vijand. Aan de vijand, nisi nos vincimus, als niet wij overwinnen. En, zei ik al, ook niet zijn er, sunt, andere Alpen, die, terwijl zij ze oversteken, dus dat kwaas, het antecedent zijn Alpen, er zijn geen andere Alpen, die terwijl zij ze oversteken, andere Alpen, zodat, heb ik vertaald, dat als zij die oversteken, nova praesidia, nieuwe afweermiddelen, kunnen worden klaargemaakt, kunnen worden ingericht. Met andere woorden, er is geen geografische barrière ook meer. Als wij verliezen, dan zijn we het haasje. Een constructie hier die in het Nederlands niet kan. Dus dat kwaas, dat is een betrekkelijk voornaamwoord. Antecedent zijn Alpen. Alpen die, terwijl zij ze overtrekken. In het Nederlands kun je in een betrekkelijke bijzin niet ook nog een voegwoord gebruiken. Vandaar dat ik dat kwaas heb vertaald met zodat, terwijl zij er overtrekken, nova praesidia, nieuwe afweermiddelen kunnen worden gereed gemaakt. Comparari, een infinitivus van het passief, dus ingericht worden. Hier, hik, met nadruk vooraan natuurlijk, en dan nog een gerundivumconstructie, est opstandum, is weerstand geboden moetende worden. Hier moeten wij het doen, milites, soldaten. Veluzzi, met de conjunctivus pugnemus, alsof wij zouden strijden voor de muren, voor de Romeinse muren, voor de muren van Rome zelf. En dan unus quisque, hij spreekt de soldaten individueel persoonlijk aan, ieder van jullie, eenieder. Putet, een conjunctivus van aansporing, ieder moet menen. Van dat menen hangt af een ACI, dat hij beschermt. Niet alleen, maar ook, niet alleen corpus suum, zijn eigen lichaam, maar iedereen moet denken dat hij beschermt, ook, zet, conjugem, zijn vrouw en kinderen, zijn kleine kinderen, met zijn wapens. Dan nog zo'n constructie, nec solum set, en niet alleen Marok, en niet alleen agitet moet hij overwegen, zijn domestica's cura's, die twee woorden die congrueren met elkaar, en niet alleen moet hij zijn huiselijke zorgen overwegen, zijn persoonlijke zorgen, maar telkens weer, identidem, reputet, moet hij terugdenken, moet hij overdenken telkens weer. Dit, dat hok, dat congrueert niet met animo, dat is het leidend voorwerp van reputet. En hij moet dit denken, animo, in of met zijn geest. Dan, van dat denken hangt weer een ACI af, dat de senaat en het volk kijken naar, intueri is een deponens wat kijken naar betekent.
leidend voorwerp van dat intueri zijn nostras manus. Dus, maar hij moet ook telkens weer opnieuw dit hoc in zijn geest animo denken, dat de Senaat en het volk van Rome kijken naar, nu nunc nostras manus, naar onze handen. Dat Romanum, dat congrueert dus met populum en misschien ook wel met senatum. Senatus populusque Romanus, dat is de vaste uitdrukking, omschrijving van de Romeinse staat. De senaat en het Romeinse volk, die kijken nu naar ons, zegt Scipio, en je mag dus niet verzaken. Qualis nostra vis virtusque fuerit, talem de inde fortuna milius urbis ac Romani imperii fore. Ieder moet denken, dat moet je nog steeds aanvullen, dat het lot zal zijn. Dus de accusativus cum infinitivus die loopt door. En dit fortunam fore hangt nog steeds af van reputet. Iedereen moet steeds denken dat het lot van die stad en van het Romeinse Rijk zal zijn. Vervolgens talem zodanig. Zodanig als, dus het begint met de bijzin, zodanig als onze kracht en deugd geweest zal zijn. Zal zijn kun je ook gewoon vertalen. Dus, en iedereen moet denken dat, zoals onze kracht en dapperheid geweest zal zijn, dat zodanig vervolgens het lot zal zijn van die stad daarginds, dat is natuurlijk Rome, net als Hannibal het eerder gedaan had, wijst Scipio misschien hier in de richting van Rome, van die stad daarginds en van het Romeinse Rijk.